diesem Robert Lewandowski geht heute ein Tor machen. Nur ein Tor, aber es wird ein ganz schönes, ganz tolles Tor. Ein Rückfallzieher. Wes, de stadion wordt er gauw. Ja. Hoe vaak zijn die al geweest? Ja, toch al minstens vijf, misschien tot 10 keer al. Toffe sfeer? Ja, prachtig stadion, echt waar. Als je draait, Nicola, kun je al een stukje zien van het stadion. Allee. Veel wind hier. Amai. En niet zo leuk om te landen, moet ik eerlijk toegeven. Hey Wes, we zijn er binnen geraakt hier in Estadio do Dragão, Porto. Sergio Conceição is hier trainer, maar daar heb je nooit tegen gespeeld blijkbaar. Nee, dat had vlammen gegeven. Ik hoor en lees heel veel over zijn winnaarsmentaliteit. Vooral over het niet kunnen verliezen. Dus ik denk op training had dat wel eens stormachtig kunnen zijn. Zoals bijna hier vandaag, dat er toch heel veel wind was. Storm, wind. Oké. Okay. Het kan een memorabel moment worden voor Ferran Jutkla en dat is het ook. Hier is de kans en daar is de goal. Jawel. De goal voor Kloeren. Jawel. Zo laat. Daar is de kans op de 0-3. Skov Olsen. Porto 0, Club Brugge 3. Wat maken we hier allemaal mee? Daar is Nusa nog voor de 0-4. Jawel. Antonio Nusa zet de kroon alsnog op het werk Club Brugge. Een 4-sterren prestatie. Geweldige avond voor Blauw-Zwart. Wat mij vooral opviel, Wesley, was de euforie van de spelers. En dan het contrast met Karel Hoefkes, onbewogen, geen enkele emotie. Ik vond dat bizar eigenlijk. Ik vind het ook vreemd. Alleen, ik ken Karel een beetje en als speler was hij ook zo heel rustig. Maar op het moment dat het kan, dan kan hij enorm exploderen, zeg maar op de goede manier. Ja, je hebt een oproep voor onze collega's. Jij wil alle matchen doen van Club Brugge. Ah ja, dat is waar. Want... Ja, bedoel, als wij naar hier komen, Nicolas, samen en het wordt 0-4 samen. Hè. Maar er is een andere reden voor. Ah. 2018, Monaco. Ook 0-4, was ik ook aanwezig, klopt. Terug naar België nu. Bye bye. Ja, ik hoop het. Met dat weer. Dat was gisteren die landing. Hoho. Hey. Ja, oké. Okay. Ja. De Scherp en ik hebben bedreigingen gekregen na onze uitspraak van vorige week over Lionel Messi. Dus vandaar dat we toch een beetje beveiligen. En vooral, ze willen weten van wie komt dat idee om Messi uit de ploeg te zetten. Maar ik heb tegen Gert gezegd, we stick together. Van mij zal niemand weten dat het van hem komt. Ja, Messi aanvallen, dat blijft natuurlijk niet zonder gevolgen. Gelukkig zijn onze mannen wel goed en wel in Beieren geraakt. Over dus naar onze correspondenten in Duitsland. Ja, goedenavond, heren specialisten. Ik heb nog een vraag aan deze Lewandowski-avond. Hoeveel toren gaat heren Lewandowski heute avond schießen? Deze Robert Lewandowski gaat heute een Tor maken. Nur een Tor, maar het wordt een ganz schönes, ganz tolles Tor. Een Rückfallzieher. Ja, Gert, als we de wedstrijd van Bayern tegen Barcelona moeten herleiden tot één fase. Je weet dat. Ja, je hebt mij al gezegd. Voor mij de controle van Ansu Fati op de lange bal. Er komt een lange bal van rechtsachter, kruispas, en hij gaat diep op de linkerkant. En hij legt die rechtdoor, onder zijn zool, in zijn loop, en pakt hij die mee. En natuurlijk, de conclusie van de avond is, Lewandowski kan geen goal. Waarom heeft hij niet gescoord? Op zijn kansen die hij normaal... Ach, maar dat is opvallend, omdat alle ogen op hem gericht waren en dat hij twee goede kansen mist, dat is opvallend. Barcelona doet weer mee, hè? Ja. In de Champions League. Eigenlijk toch wel. Ja, zeker. Ze waren veel en veel beter. Als je het over de 90 minuten bekijkt, dan heeft Bayern eigenlijk 10 minuten en een kwartier de beter geweest. Maar die heeft zelfs wel twee keer gescoord in die 10 minuten. En Sané sprint erdoor. Hij gaat scoren. En het is 2-0. Leroy Sané. Het mooiste moment van deze speeldag, dat was misschien wel de knuffel die Israëlische kindjes kregen van Lionel Messi. Toch wel ontroerend. De Argentijn die deed er in Haifa een paar recordjes bij in de Champions League. Hij scoorde voor het 18e opeenvolgende seizoen. En Haifa was al de 39e tegenstander waartegen Messi heeft gescoord op het kampioenenbal.
De fans van Ajax die zongen dinsdag hun Three Little Birds zo goed en zo mooi, dat zelfs Jurgen Klopp even het hoofd draaide. En ook deze steward voelde duidelijk de vibe. Over vibes gesproken, ook de goal van Kudus in die wedstrijd kon absoluut tellen. Lekker. En kent u Jelle van Nek? Wel, ik ook niet eerlijk gezegd tot begin deze week, maar het is een Belg en hij scoorde in de Youth League. Niet zo bijzonder denkt u, maar Jelle van Nek is een doelman, de keeper van de U19 van Olympique Marseille. En hij scoorde in de toegevoegde tijd de gelijkmaker tegen Frankfurt. In Marseille zagen we trouwens veel sfeer en prachtige tyfo's, maar het waren de Rangers die deze week de meest stijlvolle hadden. Gevolgd trouwens door een innemende versie van God Save the King. Michael en Frankie mochten naar een Engeland in rouw, maar vooral ook naar de grote Haaland-reunie tussen Man City en Dortmund. En de Noorse reus stelde niet teleur. Buitenkant rechts, Cancelo schitterend! En de goal! Wat een goal van Erling Braut! Wat een goal! Het is fantastisch afgewerkt ook, hè? Oh, het zal wel zijn. Cruyff, ja. Ja, het is fantastisch gedaan. Man, man, man. Haaland, kan je hem nog vatten? Nee, maar het is een moment waar je spontaan. Zegt hè? Zo van, oh, wat is dit voor een goal? Op het hoogste punt, je moet ontzettend lenig zijn en hij verwerkt hem dan ook nog eens perfect. Ja, buitenkant links, kringel hoog. Ik ben echt content dat ik hier, dat daar net voor mijn ogen heb zien gebeuren. Dus content dat ik hier. Dat we toch naar deze wedstrijd gaan afgezakt. Dat ik dit hier live heb meegemaakt, deze goal. Juve, storia di grande amore. Bianco ti abbraccia il nero. Coro ti abbraccia davvero. Storia di un grande amore, zo zou je de tripjes van Peter en Gert in Europa ook wel kunnen noemen, maar het is vooral het clublied van Juventus. Voor Gert is het altijd een kippenvel moment als dat nummer voor de aftrap gespeeld wordt. Of Gert ook kippenvel heeft gekregen van het voetbal van Max Allegri, dat is dan weer een andere vraag. En de goal van Neres. En dat is toch een klap voor Juventus. Ja, Gert, Juve tegen Benfica. Juve is oud geworden. En Juve is echt wel oud geworden. Ja, absoluut. Er zit weinig energie in. Een kwartier. 3 minuten, een kwartier. We starten veel energie. En daarna een oude dag. Kan Juventus nog een ploeg worden die competitief is in de Champions League? Of maken we er een kruis op? Maar in de Champions League, nee, want ze staan op de rand van het kruis gaan. Oei! Nu al. Oei. Ja, absoluut. Maar ik voorspel 0 punten voor Maccabi Haifa. En dus die andere twee, denk ik, zijn gaan vliegen. Denk ik. Aan de andere kant, wij wisten het al. Je weet de rest van kijkend Vlaanderen het ook. Bij Vika, elke keer opnieuw zijn we in de band. Ze hebben kwaliteit aan de bal in balbezit. Ze hebben een zeer goede agressiviteit in balverlies. Soms op het randje. Ja, die vond ze Florentino. Maar goed, dat is wel DNA van Portugees voetbal. Ja. Nog een minuutje stilte misschien voor Juve. Ja, het is een toestand.